als u mijn persoonlijke mening vandaag wil horen, is namelijk dat voor wat betreft beleidsrichting naar 2025 zijn er geen issues. Of als er issues zijn, zijn het marginaal. Zijn er geen verschillen van inzichten. Daar gaan we, daar koersen we. Daar geef ik leiding aan. Waar zijn die verschillen van inzichten? Waar ontstaat die irritatie? Waar ontstaat namelijk wat u noemt soms scheurtjes in benoemingenbeleid? Daar begint het aan. Tweede is namelijk als het gaat om grondbeleid en verdelen van grond zijn issues. En zo zijn nog een paar van die andere kleine zaken. Maar juist deze dingen zorgen voor een stukje irritatie. Zorgen voor irritatie in de samenleving. Maar zorgen ook namelijk dat je overleg intensiever hebt. Tweede is namelijk, er is een groot verschil in politieke cultuur. Wij zijn een partij van 74 jaar oud. Met ervaring, met inzicht, met wijsheid. Daar zijn we. Er zijn andere partijen die jong zijn. Die ook andere ambities hebben. Dus verschil in cultuur is er ook. Politieke cultuur. In die coalitie. Dus op basis hiervan kan je zeggen dat die coalitie niet één cultuur heeft. Dat is er niet. Een ander verschil is namelijk voor wat betreft de visie met betrekking tot beleid, waarbij de VHP inderdaad heeft een beleid voor de toekomst, een duurzaam beleid, waarbij verkiezingen momenten zijn, maar andere partijen in feite heel sterk focussen op verkiezingsmomenten en campagne voeren naar dat moment. En dat zorgt inderdaad voor wat fricties. En deze zaken bespreken wij ook in de regeringstop, in de coalitie. Maar nogmaals, wij zitten niet op dit moment te praten en te denken over scheiding in die coalitie. We regeren, we gaan onze termijn allemaal uitzetten. Maar er zijn wel issues en dat noemt u een van de zaken, namelijk kiesstelsel. Heb ik het goed? Misschien een verkeerde indruk van mij, maar ontwijkt u het parlement een beetje de laatste tijd? Nee. Dus kijk eens, we gaan met de begrotingsbehandeling. We moeten ook ervoor waken dat men, de president daar niet laat komen om vragen die behoren aan ministers om te beantwoorden. Laten we het gezag van de president houden zoals de constitutie dat voorschrijft. Daar waar ministers moeten gaan, gaan ministers. Daar waar de president moet komen, moet de president komen. Ik heb de vicepresident gevraagd, begrotingsbehandeling gaat u moeten leiden. Daar waar de president moet komen, komt de president in beeld. En ik ben geweest afgelopen weken. Ik heb informatie verschaft over de afhandeling van de kwestie van IAM Gold. En Sijen, die informatie heb je gegeven. Ik ben naar het parlement gegaan om te vertellen waar we staan met betrekking tot ons mutual evaluation. En ook onze anti-money laundering beleid. Ik ben daar gegaan om ook aan te geven wat ons crisisbeleid is, wat ons sociaal programma is. Dat zijn zaken die des presidents zijn. De ministers moeten verder gaan. Als de president daar weer moet gaan, is hij daar. Ik heb geen maar volgt u het op afstand? Ja, in mijn kamer heb ik een televisie, dus ik volg live. Dus zodra ik merk dat de president nodig is, dan ga ik daar zo. Maar laat mij niet in ieder geval om alles de president vragen. Er is een regering. De regering is verantwoordelijk verschuldigd aan het parlement. De president is verantwoordelijk verschuldigd aan het parlement. Maar laat dat gebeuren op een wijze zoals dat past binnen ons regeerbestel en binnen ons staatsbestel.